Concentratie bij Hans van Breukelen. Reen met 7 en Nielsson met 9. Voor de vrije trap. Een meter of 30 recht voor het doel. Het wordt Nielsson. En het is maar 1-1-0. Wat een binnenkomer zeg. Goeie genade, wat een begin van IFK. En wat een dramatische start voor PSV en Hans van Breukelen. Binnen de minuut 1-0. Het gebeurt in internationale wedstrijden zelden. 30 meter is de afstand. Hij krult. Zag u van Breukelen dat stapje naar links doen. En hij krult er langs. Een groot gat in de muur. Langs de schouder van Faber. Vanenburg. Van grote afstand. Denkt hij, laat ik het ook maar eens proberen. Ravelli duwt de bal corner. Kalusha. Vanenburg. Koeman. Ja, natuurlijk. Geef die bal maar eens een hengst. Waarom niet? Koeman kan dat. Van Aarle. Fout afgespeeld. Ekström weggestuurd in de ruimte wat hij zo graag heeft. En hij is snel met de bal. Van Tichelen naar hem toe. Heinze was er ook. Tweemaal trefzeker. Twee weken terug in Eindhoven. Johnny Ekström. En dit is zijn staat van dienst. Wilde de bal over Van Breukelen stift. Weer balverlies. Ekström loert op zijn kansjes. Is Heinze kwijt. Van Tichelen. Ekström 2-0. Hoe is het mogelijk? Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat je je zo knullig laat passeren zoals de PSV-verdediging doet door deze Johnny Ekström? Een dodelijk moment. Vlak voor rust. In een fase waarin PSV redelijk op de weg terug leek. Onbegrijpelijk. Johnny Ekström. Uit een moeilijke hoek. 2-0. Van Tichelen die niet ingrijpt. Eriksson. Ekström staat helemaal vrij. En bereikt de bal niet. Faber. En dan is het 3-0. Weer in de beginfase van de tweede helft. Door Martinsson. 3-0. En als dit zo doorgaat, krijgt PSV hier een ongelooflijk pak slaag. Wat een deceptie ook voor hem. Lange trap. Van achteruit. Niet goed verdedigd door Heinze die weggleed. Ekström geeft aan waar hij die bal wil hebben. Hij wordt het niet, maar wel Martinsson. Vanenburg. En zo krijgt Ravelli ook nog eens het idee dat hij van waarde is voor zijn team. Ruim een kwartier voor tijd. Hebben uitzicht op een finale plaats. En IFK Gothenburg stuurt Ekström weg. En die tilt de bal over Van Breukelen heen en naast de paal. Gisteren op een persconferentie in het clubhuis bood hij zichzelf aan bij PSV. Transfervrij ben ik, zegt hij. En ik wil wel naar Eindhoven. Johnny Ekström. Een jongen hier uit de havenstad. Björklund. Heinze niet, Andersen wel. Een opeenstapeling van onzekerheden en fouten bij PSV achterin leverde deze kans op voor Thomas Andersen. Heinze in goede doen had die bal makkelijk gehad. Ja, Roemenië op zijn klok kijkt en een eind kan maken en een eind maakt aan de kwelling
voor PSV, de Nederlandse kampioen, die hier vanavond de Nia Ulevi is afgedroogd met 3-0. En te kijk is gezet voor de internationale voetbalwereld.